Nederlanders zijn opnieuw Olympisch kampioen. Drie zoenen voor Naomi van As. Hé, hé. Door tijd. Ja. Hoi, Amy. Naomi. Leuk je ontmoeten, joh. Ja, hetzelfde. Het tijd, joh. Moet je wachten? Ik weet het. We hebben nog maar 5 dagen, toch? Het wordt wel een zware kluif, denk ik. Sluit. Oh, god. Ja, ik ga gewoon mijn best doen en ik denk dat hij kan me wat leren. Maar we hebben nog best wel weinig tijd. Ik sta op links, wacht even. Ja? Wat is links ook weer? Ik ga met rechts aan het sluiten. Zij, sluit, zij. 1, 2. Oh, ja, ja. Het wordt pittig. 1, kruis achter, 2. Maar ze heeft de juiste mentaliteit. Krijgen we die hockeystick, zie je? Maar dus we gaan hard er tegenaan. Loop, draai door en weer. Ik ga wel mijn best doen samen met Remy om eigenlijk zo lang mogelijk in te blijven. 2, 3. Dames en heren, Naomi van As en Remy. De cha-cha-cha wordt gedanst door Naomi van As en haar partner Remy. Nog geen goud. Yevgenia Parakina. Onderweg naar goud. 6. Dario Gargiulo. 6. De volgende worden ook ontzettend blij, want ook zij mogen door naar volgende week. Naomi van As en Remy. Yeah!
De punten van Ruud Vermeij. Een 5. Yevgenia Parakina. Een 5. Dario Gargiulo. Een 6. Als eerste gaat door naar volgende week. Door naar volgende week Strictly Come Dancing zijn Naomi van As en Remy. Van As en Remy dansen de jive. Van Ruud Vermeij. Voor iedere dag een punt. Een 5. Yevgenia Parakina. Een 6. Dario Gargiulo. Een 7. Nou, dat loopt netjes op, jongens. 5 en 7. Ja, en daarmee. Ja, toch ja, wel? Ja. Iedereen 18, gaan we eruit. 18 punten bij elkaar op een tweede plaats. Dat is ons hoogst tot nu toe, hè? Is dat zo? Ja. Oh, nou, gefeliciteerd dan daarmee. Wie er door is, is het of Naomi en Remy of Danny en Lorna. Eén van jullie is in ieder geval door naar volgende week. En dat paar is... Naomi en Remy.
Sint Vala, Simons en Redmond. Sabine Uitslag en Pascal. Hier zijn uw presentatoren. Naomi en Remy dansen de foxtrot. De punten van Ruud Vermeij. 6. Yevgenia Parakina. 8. Dario Gargiulo. 7. Luister goed, Kim. Ja. Yevgenia zei dat ze vanavond een andere Naomi heeft gezien. Zelfverzekerd en duidelijk aanwezig. Dat was een mooi compliment. Maar is die aanwezigheid de kijker ook opgevallen? Naomi en Remy. Jullie zijn door. Van der Meij.
Naomi en Remy dansen de samba. De punten van Ruud Vermeij. 7. Yevgenia Parakina. 7. Dario Gargiulo. 7. Alle paren dansen nu de salsa toe. Pascal, de dansvloer verlaten.
de Salsa-ton, zij. Sylvana in Redmond. Twee paren komen dus in de jurydans terecht. Remy, de jury vindt jullie elke week beter. Maar gaat het ook goed genoeg voor de kijker? Naomi en Remy, jullie zijn door! Naomi en Remy dansen de tango. Put it on me. See.
punten van Ruud Vermeij. Een 6 voor die neus. Yevgenia Parakina. Ja, nou, dan ga je weer beginnen. 7. Dario Gargiulo. Voor die lijnen, 7. Naomi en Remy dansen de Paso Doble. Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby. And when the music starts, I never wanna stop. It's gonna drive me crazy. Music makes the people come together. Music. Naomi en Remy, kan het publiek jullie futuristische dans waarderen? En stuurt ze jullie door naar volgende week? Naar de halve finale van Strictly Come Dancing is Sylvana en Redmond. Stilte in de zaal. Naomi en Remy gaan zich voorbereiden op de jurydans. Dit is absoluut de laatste kans om de jury te imponeren. Adem in, adem uit. En heel veel succes. Naomi en Remy dansen opnieuw de tango. Ja. Daar staan we dan. Daar staan we dan. Op weg naar volgende week. Op weg naar de halve finale. Ze waren waanzinnig goed. Vandaag allemaal. Het niveau is weer verder. Het is zo leuk om te zien hoe je kan verbeteren in al die weken tijd. Dat weet ik zelfs en dat zie ik zelfs als geen specialist. Maar goed, we gaan nu naar de jury. Ik zie serieuze kopjes. Ja. Laten we beginnen bij Dario. Nee. Ik ga eerst altijd voor progressie
En jullie hebben zo hard gewerkt en jullie ontwikkeling is zo waanzinnig. Je moet echt trots op jullie zijn. Echt waar. Ik ben heel trots op je. Dank je wel. Dan ga ik voor een geheel. En als ik voor een geheel over uitstraling en hoe je alles aanpakt, dan ga ik voor Sabine Pascal. Dank je wel. Ja, eerste stem is binnen, Sabine Pascal. Maar bij twee stemmen ben je door. De eerste stem zegt nog niet zo heel veel. Nou, het kan nog alle kanten op. Yevgenia. Sabine, je was goed. Je bent goed. Wij zijn veel eisend. En deze week heb ik het minste vooruitgang bij jou gezien. Naomi, sexy lady. In het begin stond je hier als een hockeystick op de dansvloer. Toen ging je daarmee trainen en oefenen. En nu sta je als een all-around danseres. Die groei die je door hebt gemaakt is indrukwekkend. Yevgenia, mag ik van je horen? Naar wie gaat jouw stem uit? Wie moet er volgens jou door naar volgende week? Ik kies voor Naomi. Dat maakt het heel erg spannend. 1-1 in stemmen, Kim. Dat betekent, Ruud, aan jou het laatste woord. Ja. Ja, weet je, als je op het laatst komt en je hebt dan twee paren, dan wordt het gewoon een eer. Weet je, het zijn zulke goede dansers. En een prachtige CDA-vrouw die kan zingen en dansen. Een Olympisch goud wat hier staat, die dan staat te dansen. Mijn complimenten voor alle twee. Echt waar. Ja. Helemaal goed. En Shakespeare, die zei het mooi, er is geen goed of slecht. Het blijft allemaal maar interpretatie. En ik geef je mijn interpretatie. En ik vind dat door moet gaan naar de volgende ronde, omdat ik denk dat daar nog het meeste talent in te groeien is. Sabine, ga door. Nou, ze zijn blij hoor. Gefeliciteerd jongens. Sabine en Pascal gaan door naar de halve finale. Dankjewel. Je wordt heel sportief geknuffeld. Ja. Naomi, Remy, ik wil nog even vragen of jullie deze kant op komen. Hoe gaat het daar, Kim? Volgens mij is daar de blijdschap groot. Euforie, euforie. We laten ze er even van genieten. Ja, Naomi en Remy, we hebben zo ontzettend van jullie genoten. En ik vond het leuk om jou een beetje te leren kennen ook. Je bent hier bij ons gekomen, vlak na de Olympische Spelen. En dat is zo bijzonder wat je hebt gedaan, dat je na zo'n evenement, waar je je zo voor hebt gegeven 4 jaar lang, in één keer in dit avontuur stapt. En alleen al daarvoor, voor die overgave, wil ik je een groot applaus geven. Ja. 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 Remy en Naomi, wij gaan even terugkijken met elkaar naar de ongelofelijke reis die jullie samen hebben gemaakt. Kijk mee. Leuk je ontmoeten, joh. Ja, hetzelfde. Is dat? Ja, hier zit. Ik was gewoon blij dat we een 8 hadden. Een 8. Ik heb wel veel loon dansen, maar ik had van tevoren niet gedacht dat, het, zeg maar, dat ik er zoveel tijd aan kwijt zou zijn. Ik heb al gezegd in show 1 dat je alles in je hebt om een heel mooi danseres te worden. En die heb ik echt vanavond bewezen. Een paar hoogtepunten. Mag ik voor jou nog een reactie van jullie samen? Hoe heb je het beleefd bij ons? Oh, ik vond het echt één groot feest. Ik vond het wel superleuke mensen en ik vond het dansen. Ik heb onwijs veel geleerd. Remy heeft heel veel in mij geïnvesteerd. Het was echt niet altijd makkelijk. Dus heel veel dank naar Remy toe. En ja, ik ben gewoon blij dat ik al deze leuke mensen heb leren kennen. Het was echt een mooie tijd. Echt. Down at all I see.
painted faces fill the places I can't reach. You know that I could use somebody. You know that I could use somebody. Someone like you and all you know and how you speak. Countless lovers on the curve of the street. You know that I could use somebody. You know that I could use somebody. It's gonna make you know.